In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel komen vanuit onze Instagram-community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Anne. Zij is 23 en al in de overgang. Liever een opvlieger of ongesteld? Een opvlieger. Je date wel of niet vertellen? Wel vertellen. Wel of geen anticonceptie? Geen anticonceptie. Hoger of lager libido? Lager libido. Wel of geen kinderwens? Wel kinderwens. Hoe ben je erachter gekomen dat je in de overgang was? Nou, dat is best wel een tijdje geleden. Ik was denk ik 16 ongeveer. En nou, toen kreeg ik wat opvliegers. En nou ja, dat is natuurlijk een typische overgangsklacht. En nou ja, toen ging ik naar de huisarts en toen was het, oh, je hebt stress. En ben ik gestopt met de pil en toen duurde het heel lang totdat ik weer ongesteld werd. En nou, toen wilde ik een spiraal, dus dan moet je ook ongesteld zijn. Dus nou, eindelijk ongesteld na een half jaar, geloof ik. Toen een spiraal erin en dan krijg je ook eigenlijk een kunstmatige ongesteldheid, menstruatie. Dus ja, daar maakte ik me dan ook niet heel veel zorgen om. Alleen toen wilde ik geen spiraal meer en toen, ja, toen duurde het echt een jaar totdat ik weer ongesteld werd. En toen dacht ik wel, misschien moet ik dan toch maar weer een keer naar de huisarts. Want die opvliegers kwamen weer in volle gang weer terug. En toen was ik dus naar de huisarts gegaan weer. Omdat ik die spiraal was eruit en nog steeds geen ongesteldheid. En ja, toen bloed laten prikken. En ja, na dat bloed prikken toen kwam er eigenlijk uit dat nou ja, je overgangswaarden waren heel hoog. Volgens mij is dat de LSH-hormoon. En nou, toen van de huisarts naar de gynaecoloog. En de gynaecoloog die bevestigde dat ook weer. En ja, toen was de officiële diagnose de vroege overgang er. Wat gebeurt er eigenlijk in je lijf bij een overgang? Ja, je oestrogeen maakt jezelf niet meer aan. Dus ja, daardoor krijg je dus allemaal klachten zoals... Oestrogeen is vrouwelijk hormoon. Ja, klopt. Ja. Ja. En nou ja, die zorgt er ook voor dus dat je gewoon die eicellen, dat je maandelijks menstrueert. En ja, dat doet het bij mij dus niet meer. In ieder geval, ik heb veel minder eicellen. Dus ja, dat. En dan krijg je dus allemaal klachten van opvliegers, nachtzweten, ja, stemmingswisselingen. Dat zijn de belangrijkste? Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook wel de meest bekende, denk ik. Ja, ja, dat hormoon dat valt weg. Dus je lichaam zegt eigenlijk van, nou, die heeft dat eigenlijk wel nodig. Maar ja. En van welke klachten had jij dan echt last? Nou, vooral dus die opvliegers aan het begin heel erg. En ja, achteraf, ik dacht altijd dat het wel een beetje bij me hoorde. Maar had ik ook wel echt last van die stemmingswisselingen. En vooral dan als ik ongesteld werd met de pil of met de spiraal. Dan werd het echt wel heel erg en dan was ik niet te genieten. Dus dat het past ook wel heel erg bij de overgang. Dus ik denk dat dat ook wel echt een overgangsklacht is, ja. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je in de overgang was? Nou, ik zat bij de gynaecoloog en nou, die zei eigenlijk in één woord, ja, ik heb vervelend nieuws, maar je zit in de overgang. En toen was het van, oh ja, eigenlijk had ik het wel een beetje verwacht, omdat ik natuurlijk naar de huisarts was geweest, maar ik schrok er wel echt van. Na 10 minuten stond ik eigenlijk weer buiten het ziekenhuis, waar mijn ouders op me stonden te wachten. En nou ja, dan moet je het nieuws gaan verwerken. En wat was gewoon jouw hele beeld überhaupt over de overgang? Nou, je beeld is natuurlijk altijd dat mensen rond de 50 ongeveer in de overgang zitten. En ja, dan denk ik ook eerst aan opvliegers. En nou ja, mijn moeder die is dan ook wel eens chagrijnig of die is veel wakker 's nachts en het nachtzweten. Dus ja, daar denk je dan meteen aan. Want hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Ja, 1% van de vrouwen die krijgt het, dus 1 op de 100. Maar dat, wow, dat vind ik echt veel. Ja, dat is op zich best veel, alleen het gaat dan wel van de onder de 40. Overgang. Ja, ja, okay. Dus en de jongere mensen, denk van 25, dat komt dan wel weer nog minder voor. Want meestal krijg je het dan de vroege overgang dan ongeveer rond je 30ste. Ja. Dus... ja, dit is denk ik een vraag die je dan heel vaak krijgt. Kan je nog kinderen krijgen? Nee, ik niet meer. Ze gingen nog wel een keer extra testen. Heb je echt geen eicellen meer? Maar ja, ik heb geen eicellen meer die bevrucht kunnen worden. Dus ja. En dat is bij iedereen zo? Dat het uitgesloten is? Dat het nooit ook meer aangemaakt kan worden? Er zijn dus wel vrouwen die hebben nog wat eitjes. Alleen die komen dus langzaam in de overgang. Want als vrouw heb je ongeveer 1 tot 2 miljoen eicellen. En die gaan dus steeds, worden ze wat minder omdat je ongesteld wordt. En bij mij zijn die onder de 1000 en dan werken ze eigenlijk niet meer goed genoeg. Hm? En waarschijnlijk heb ik er eigenlijk geen meer. Dus bij mij gaat het natuurlijk niet meer lukken. Nee. Ja, want heb je een kinderwens? Ik ben heel gek op kinderen, dus vroeger zei ik al meteen, het zou me heel mooi lijken om wel kinderen te kunnen krijgen. Alleen nu ik het nieuws ineens hoorde, het is heel gek, maar dan ga je ineens twijfelen, wil ik dit eigenlijk nog wel? Omdat er nu natuurlijk veel meer bij komt kijken dan een normale zwangerschap. En nu moet je dan ook een eiceldonatietraject in en een IVF-traject, dus dat ze dat kunnen plaatsen. Dus dat wordt veel moeizamer en wil je dat wel? Wil je die teleurstelling wel hebben als het dan niet lukt? Of, dat is natuurlijk ook wel heel zwaar. Vind je het ook, ik denk dat dat ook een hele stomme vraag is, toch? Die heel veel mensen heel vaak stellen. Ja, kinderen? En dan denken ze er helemaal niet over na. Ja, en heel vaak daar merk ik zelf ook wel dat heel veel vrouwen al zeggen van ik wil later 2 kinderen. En vooral nu denk ik van het moet je maar net gegund zijn om kinderen te krijgen. Dus dat is soms wel heel pijnlijk dat iemand dat zo hard tegen je zegt. Ja, het is heel sociaal geaccepteerd dat iedereen maar kinderen heeft, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Niet iedereen kan kinderen krijgen. En er zit heel vaak ook heel veel verdriet achter natuurlijk bij mensen. Dus het is best wel een pijnlijke vraag, Wat gebeurt er met je libido in de overgang? Nou, die is er eigenlijk niet. Helemaal gone. Ja, dus voor mijn partner is dat ook heel vervelend. Maar ik merk ook wel dat ik eigenlijk op dit moment daar het meest nog last van heb. Omdat die kinderwens is nog voor de toekomst. Maar op dit moment vind ik dat heel stom. Dat je dan zelf geen zin hebt om seks te hebben en dat je je partner daar ook niet blij mee kan maken. Dus ik zal nu echt niet snel beginnen met seks. Ik heb er wel meer last van dan mijn partner er last van heeft. Dus... En krijg je wel zin? Op dit moment niet echt. Alleen als het goed is gaan hormonen daar ook voor werken. Want je vagina wordt heel erg droog van de overgang. Dus je lichaam werkt er totaal niet mee. Dus als je wel zin hebt, dan duurt het heel lang voordat hij überhaupt vochtig wordt. En dat is wel belangrijk ook als je seks hebt. Want bijvoorbeeld je kan ook schimmels krijgen hierdoor. Omdat het zo droog van onderen is. Maar ik merk wel dat het nu al wel ietsje meer komt. Dus nu ik die hormonen slik, dat het wel al ietsje gemakkelijker gaat en dat ik soms denk, wow, ik heb ineens zin. Dus dat is dan wel, dat ik wel ook tegen hem zei, probeer het anders gewoon en misschien krijg ik wel zin. En ik geef het zelf ook wel aan als het echt niet wil. Dus wij kunnen er wel heel goed over praten. En hoe kijk je dan gewoon nu naar jullie seksleven? Nou, ik vind hem belabberd. Ik vind er niet zo heel veel aan. En dat ligt niet per se aan hem, maar dat ligt meer aan mijn eigen gevoel. En dat je het dus ook wel eens met tegenzin doet. En dat is eigenlijk wel heel naar om te ervaren, vind ik. Maar ik hoop dat het weer gewoon wat beter wordt. Ook door hormonen. En dat je er zelf zin in hebt en dat je het gewoon ook leuk hebt. En dat je het niet altijd met tegenzin doet. Of altijd is wel een heel groot woord, maar dat je het niet met tegenzin doet. Ja, dit vroegen mensen zich af. Blijkbaar. Zitten er ook voordelen aan vroeg in de overgang zijn? Oeh. Klinkt als een heel nadelig iets, maar joh. Je hoort wel heel vaak dat vrouwen voor zichzelf kiezen als ze in de overgang zitten. Dus ze richten zich meer op zichzelf en verzetten hun doelen een beetje of zo. Dus misschien is dat een voordeel. Ik heb het zelf nog niet echt... Een soort van hele zelfstandige, ik heb niemand nodig, meid wordt. Ja. Maar ik heb dat zelf nog niet echt ervaren, maar misschien komt dat nog. Maar ik denk wel dat ik hierdoor ook wel sterker in mijn schoenen ben komen te staan. Omdat het toch best wel heftig nieuws is. Dus je wordt wel gewoon een sterkere vrouw of zo. Ja. Ja. Is het niet chill dat je geen anticonceptie hoeft te nemen? Ja, want ik ben de hele tijd van de pil af geweest. Omdat ik dus wachtte tot ik eindelijk ongesteld werd. En toen... deden we het met condooms. Nou, dat is, daar krijg je veel minder zin van. Dat duurt allemaal lang en zo. Dus dat is wel echt een voordeel. Ja, en die pil, daar kreeg ik natuurlijk ook heel veel pukkels van. En nou, ook echt heftige stemmingswisselingen. Dus dat is wel een voordeel, ja. Is er nog iets wat je gewoon wil meegeven aan anderen hierover? Ja, er is een patiëntenvereniging. Dus ja, op Instagram. Dat heet volgens mij POI/POF. En vervroegde overgang, zoiets. En die, daar kun je ook gewoon mee chatten. En die heeft ook allemaal weetjes, dus kijk daar vooral op. Ja, ga naar je huisarts als je het zelf niet vertrouwt. En stop ook eens met de pil als je denkt van, nou, volgens mij zit het niet helemaal goed. Dus ik denk dat. En praat er met elkaar over. En zoek ook lotgenoten, want... Je staat er best wel alleen voor als je in de vervroegde overgang zit, want je leeftijdsgenoten hebben dat niet. En door met lotgenoten daarover te praten, dan voel je toch wel een beetje die erkenning of zo. Dus dat is, vind ik wel heel mooi en helpend. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Yes. Eet jij liever muesli of krusli? Krusli. Ja? Ja. Hoezo? Ja, dat is wat zoeter. Ja, er zit suiker in, hè? Ja, toch? Lekker toch?